Met jullie, dat kunnen wij alleen maar doen met jullie. Dus ik wilde beginnen om jullie allemaal te bedanken voor jullie trouw, voor jullie enthousiasme. We hebben een grotere zaal moeten boeken op het allerlaatste, dat weten jullie gehoord. Omdat er ook weer gewoon te veel mensen waren die hier naartoe wilden komen. Ik ben er echt ontzettend dankbaar voor. Bedankt dat jullie hier zijn. En ik wil ook graag voor mensen die hierbij op het podium roepen, die hier ook zijn en die elke dag zich naast de statenleden hier in Zuid-Holland keihard inzetten voor jullie allemaal. Als eerste pauliteur van de Eerste Kamer. Rob Kroos uit het Europees Parlement. En mijn compaan in de Tweede Kamer, Theo Hema. Zonder de man die het tot zijn levenstaak heeft gemaakt om Forum voor Democratie kapot te maken. Maar die heeft beloofd dat als het hem het komend jaar niet lukt, dat hij dan lid wordt en zich gaat aanmelden om actief te worden. Want hij baalt nog steeds dat we hem niet de plek op de Europese parlementslijst hebben gegeven die hij zo ambieerde. Chris Amos! Onze leden, Chris. Chris, wil je een paar dingen zeggen tegen onze leden? Ja. Waarom ben je hier? Wat interesseert je zo in Forum? Heeft het iets met je vroege jeugd te maken? Waarom hang je je rugzak altijd op? Hij zwijgt in alle toonaarden. Het is eigenlijk een soort Jezusfiguur, een soort secteleider eigenlijk. Nogmaals een applaus, want het is, je moet zeggen, om met zoveel negativiteit te blijven schrijven over een club die zo positief is, ik vind het knap. Nog eenmaal een applaus. Maar vooral is het ontzettend leuk en belangrijk dat jullie hier zijn en met ons in gesprek gaan hopelijk. En voordat we jullie alle ruimte geven om ons vragen te stellen, om pauliteur vragen te stellen op de Eerste Kamer, om Rob Roos vragen te stellen over het Europees Parlement en Theo en mij over de Tweede Kamer. En ik hoop ook dat Matthijs op het podium kan komen om vragen over de Provinciale Staten te beantwoorden. Daarmee wil ik heel kort het woord geven aan Theo Hiddema. Theo Hiddema! De meest algemene beschouwingen die je kunt voorstellen.
Er wordt geen enkele concrete maatregel voorgesteld. Alle maatregelen die worden voorgesteld, die zijn met betrokken gezichten. Rutte is daar een meester in. Verholing, zoals sommige momenten. Sommige mensen die gaan op zoek en toevlucht tot een persoonlijke situatie. Dan staan we tegen een kroon. Dan moet ik echt even naar buiten en frisse lucht nodig. Om de eigen positie als nobel, de meest brave volksvertegenwoordiger die je kunt kiezen, die staat op dat moment door te voeren. De een heeft een grootvader bij Philips. En de andere heeft drie kinderen opeens in zijn huis hangen. Ik denk, hou daar de boel maar eens groen en duurzaam. Hoe dan ook, ik ben tot spotziek, een beetje spotziek, maar wel te serieus ondertoon. Want wat je daar zou willen horen is hoe mensen de toekomst schetsen, zoals zij willen, aan de hand van concrete maatregelen die al jarenlang in de raad zijn blijven liggen, het nou een keer de goede richting uit te sturen. Maar dat gebeurt helemaal niet. Men onderhandelt over zakjes geld. Die gaan van mond naar mond. Maar wat ze concreet met dat geld gaan doen, wordt totaal niet ingevuld. Als ik naar mijn eigen terrein kijk, justitie, dan krijg je te horen. En dat zegt Rutte onbewogen. Met een heel prestatig nee, niet alleen prestatig, maar ook een heel betrokken en serieus gezicht. We gaan nu zorgen dat, ik noem maar een doorstaat, een betere scheiding wordt gemaakt in de rechtspleging, zal ik bedoelen. Tussen vluchtelingen en mensen die geen vluchtelingen zijn. Hoe krijg je het uit je mond? Al 20 jaar lang hoor je bij de algemene beschouwing dezelfde frases. Niemand die opstaat in dezelfde zin, zegt me nou dan een keer hoe je dat denkt te realiseren. Zo simpel. Helemaal niks. Het proces Wilders wordt buiten de deur gehouden. Ook met de meest betrokken en rechtschapen, rechtsstatelijke gezichten, dat hebben ze al gesproken. Het is niet gepast om dat in de parlementaire behandeling tot ons te nemen. Als we kleuters zijn. Wij zijn het parlement met tanden, zou ik dan denken. De rechtsstaat is in het geding. Het ministerie van Justitie staat centraal. Ik heb boven water gekregen, mag ik het zeggen, dat er duidelijk bewijs is, causaal verband, tussen het optreden van de OM en de invloed van de ambtenaren. Het is zo simpel. Je ziet een briefje, en niemand heeft erover gesproken in de Tweede Kamer. Niemand. Je ziet een briefje van Opstelten, de minister. Die wil overleg, schrijft hij met eigen hand, rode pet, over 4 punten. Met zijn ambtenaren. Vervolgens krijg je dan een correspondentie, een mailwisseling tussen die ambtenaren, waarin ze verslag doen over hun bemoeienis met ambtenaren van het OM. En die spreken steeds over de punten die de aandacht verdienen. Dat zijn die 4 punten voor Opstelten. Opstelten stuurt ze gewoon. En dan schrijft een heel schijnheilig memootje. De heer Opstelten wil in deze zaak zo ver mogelijk bij de schop nemen. Dan denk ik als vertrouwen dat gevraagd. Dat schrijf je alleen maar van als een stoot aan de knieën komt. Kijk, zie je, Opstelten heeft niks mee te maken. Dezelfde trucers die Opstelten heeft uitgehaald. Met de bolletjes van Kees Helman. Theo had bolletjes van 6 miljoen, moet je eens kijken. Een heel heleboel eisen. Theo staat op hetzelfde departement als staatssecretaris, de Kamer die naast opstelde. 3 jaar lang, een helse toestand over die bolletjes. Nou moeten wij geloven dat opstelden nooit een kamertje zit en is gesloten. Nou, Theo, wat is hier eigenlijk gedaan? En Rutte heeft het ook niet gedaan. Niemand is het achteraf. Dat die bonnetje stond en collectief geheugenverlies. Het is zo doorzichtig. Zo doorzichtig. En dan moet ik dat 2 dagen aanschouwen. Een kookje advocatenboet. Want in de rechtszaal was van die type schatten en van die argumenten. Maar ik mag mijn mond niet open doen. Hij zegt: ga dan in de brief. Hoe heet dat? Ga interrumperen. Mag niet. Nee, mag niet. Mag niet. Ik heb hem 1 keer naar voren gestuurd met een eigen fiasco. Hij woont hier. Hij woont in de buurt. Misschien kunnen we wel even bellen. Hij woont in de kraan. Is hij in de zaal?
Maar je besteedt dus 3 dagen lang aan het akkoorden van lucht op geblazen lucht. Ik weet niet hoe je er grip op krijgt. En iedereen die dat wel interpoleert, of wat dan ook, doet dat vanuit de behoefte om zijn eigen positie qua praten in bos extra te etaleren voor de kamer, voor zijn achterban. Maar niemand die zegt, als het over geld gaat, wat er concreet met het geld moet gebeuren. En welke keuzes er gemaakt moeten worden. Nooit, never, nergens. En als het over justitie gaat, is het nog geen erg. Want er staat eigenlijk helemaal niets in. In de begrotingsdebat komen nog. Maar ik denk dat het doe ik hier. Mensen denken dat ik het als parlementariër heel druk heb. Dat heb ik ook. Als ik 20 zetels had naast me, dan wist ik het wel. Dan had je een massapop. En dan kon je ze echt confronteren, massief, met een alternatieve plan. En kon je massief de boel ontmaskeren. Doen wij nu ook hoor. We zitten met z'n tweeën. Het enige vind ik wat wij daar te doen hebben, is aan de hand van onze FVD-standpunten, vanuit een FVD-liberaal, libertijns hart, maar ook vanuit een heel pragmatisch hart, gewoon ontmaskeren wat daar op usance is, al jarenlang, als wat op Colbert ergens vandaan, het gaat nergens naartoe. Maar de bewoordingen die zijn zo plechtstatig, dat kende het hele volk in trance raakt en denkt van, nou, dat zijn bewogen leiders, die hebben het goed met ons voor. Dat zijn fatsoenlijke politici. De politiek gaat de goede kant op. En dat is nu de teneur. Nu is iedereen het met elkaar eens, want we hebben een fatsoenlijk debat gevoerd. Het zal wel. Maar het ging nergens over. Het ging echt nergens over. De keizer heeft geen kleren. Dat zit ik daar iedere dag in de koepeloer. Er zijn heel veel mensen in de zaal die jou vragen willen stellen. Mag dat? En anderen ook. Is er een selectie gemaakt? Want ik wil de tijd niet verdoen met onzin. Alles laat je nou eens horen, man. Zijn er vragen in de zaal over Matteo, over Albert in de stad, of aan mij, of aan de auditeur, of aan Rob Roos, of aan Matthijs? Dat komt erbij. Dan kan hij hier gewoon alles uit de Hollandse Staten hebben. Ja, jongens,